De deuren van de Republic Bank Limited Suriname RBL waren vanmorgen gesloten voor het publiek. De werknemers aangesloten bij de vakbond voeren sinds gisteren actie. Vanmorgen was de maat vol, zegt bondsvoorzitter Willy Rodriguez. De directie is middels een 39 punten tellende brief op de hoogte gesteld van de reden van de vakbondsacties. Na een aantal opsommingen van weigeringen van de directie om de CAO van 2016 af te ronden, concludeert de bond dat het de directie is die hem in de positie heeft gebracht om acties te voeren. Het nieuwe Trinidadiaanse management onder leiding van directrice Gloria Anthony heeft een houding van in Suriname weten ze niets en is er alleen op uit om haar macht te vestigen, zegt de bond in de brief. Volgens voorzitter Rodriguez heeft de bemiddelingsraad keer op keer bemiddeld, echter zonder resultaat. Partijen verschijnen vanavond weer voor de raad in een poging een oplossing te brengen in de impasse. Wat is er wat de actie met het ontevreden over de gang van zaken van de directie van de Republic Bank? We hebben onderhandeld vorig jaar met de afspraak dat we oktober, november, zoals ook de andere banken hebben gedaan, weer gaan praten omdat je niet in één keer die inflatie kan verrekenen. Ja. Dus, toen we dus oktober, november de mensen hebben gevraagd om weer aan tafel te gaan zitten, hebben ze dus wat informatie gevraagd over die andere banken hebben gehad enzovoort. Dat hebben ze alles gezien. En toen zeiden ze, nee, we hebben die afspraak met jullie daarna. We gaan jullie niks geven, we willen beginnen met de onderhandelen over 2017. Maar over 2016 hebben we dus niets gehad. 2016 is nog niet afgerond, dus wij willen nog niet beginnen met 2017. Het bestuur van de vakbond bij de RBL heeft afgelopen woensdag ook een brief overhandigd aan de Raad van Commissarissen van de Trinidadiaanse Bank. In de brief wordt eveneens het misnoegen van de bond over de handelswijze van directeur Anthony geuit. Het ging gisteren bijna mis en Rodriguez werd naar haar eigen zeggen uit het bankgebouw verwijderd. Het belangrijkste is de manier waarop de mensen worden behandeld zonder respect. Mensen worden beledigd, gekleineerd. Maakt niet uit wat voor functies ze hebben voor anderen van zelf voor klanten. Ongelooflijk hoe men bezig is met het personeel. Er worden mensen vanuit het buitenland, met name Trinidad, een Trinidadiaanse bank en die directeur is een Trinidadiaans, worden ze gevraagd om hier te komen werken. Voor baantjes, functies, het werk dat die mensen doen, kunnen Suriname ook doen. Waarom halen ze die mensen hier? En het verschil is, de mensen krijgen vele, vele malen meer uitbetaald dan onze mensen. Uiteindelijk is het bestuur toch erin gelukt de brief te overhandigen aan de Raad van Commissarissen van de RBL Bank Suriname. Aldus Willy Rodriguez, voorzitter van de Bond van Personeel bij de Republic Bank Limited Suriname, in een telefonisch interview met onze nieuwsdienst. Bankdirecteur Anthony betreurt de situatie. Nochtans geeft zij aan dat de bank ondanks de vakbondsacties normaal geopend was. Klantenservice en tevredenheid van de medewerkers zijn altijd de hoogste prioriteit voor ons. Net als onze inzet om te goedertrouw te onderhandelen met de vakbond, zegt Anthony in een persbericht. Ze beaamt dat de directie momenteel bezig is met onderhandelingen met de bond onder auspiciën van de bemiddelingsraad. Volgens planning hebben beide partijen vanavond weer een bespreking met de bemiddelingsraad over deze kwestie. Ze betreurt het dat de bond ondanks dat is overgegaan tot de acties van vandaag. Volgens de bankdirecteur had de bemiddelingsraad per stilte gelast totdat er een oplossing in deze kwestie is gevonden. Ten einde te voldoen aan dat verzoek hebben wij deze kwestie niet eerder openbaar gemaakt, zegt Anthony. De bank blijft zich echter inzetten om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.